Hoppa! Oh, lekker 2-1! What up YouTube, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rick en vandaag ga ik smashen met Greninja. Waar staat Greninja? Hier, Greninja! Let's go! Greninja is volgens mij vooral een heel snel character. En voor de rest weet ik niet zo heel veel over Greninja. We moeten tegen twee tegenstanders, Charizard en Bowser. Gewoon tegelijk. Gewoon eerste ronde gelijk tegen twee tegenstanders. Dit is best wel bizar. Dat doen ze gewoon. Of moeten ze ook tegen elkaar? Ik weet niet, spelen ze tegen elkaar? Volgens mij niet. Volgens mij spelen zij niet tegen elkaar. Nee, ze spelen alleen tegen mij. De smeerlappen. Let's go, Greninja. Pak ze. Hoppa. Doei, Charizard. Lekker. Pak hem. Pak Bowser. Pak hem. Wacht hem op. Oh, jammer. We haalden dat net niet. Geen goede reach. Nu wel goede reach. En dan is het ook klaar met Bowser. We haalden het steeds net niet. Maar gelukkig op het laatst wel. Hoppakee. 0,6 erbij. En de volgende battle tegen drie tegenstanders. Pikachu. En Zero Suit Samus. Dit is... Oké, volgens mij is dit wel een moeilijk traject. Want, man, gelijk tegen drie tegenstanders nu. Net al tegen twee tegenstanders. Ze komen naar ons toe. Hoppa. Dat is gelijk het einde van Pikachu. Dat is top. Dat is helemaal super. Zero Suit Samus krijgt een tikkie. Hoppa. Oh, lekker 2-1. 2-1. Oh, heerlijk gedaan van Greninja. Wauw. Zijn zij nou zo zwak of is Greninja nou zo sterk? We krijgen er in ieder geval 0,7 bij. En we moeten nu weer tegen drie. Lucario, Ryu en Ken. Wat is dit? Waarom moeten we tegen zoveel tegenstanders? Dit is toch normaal gesproken niet te doen. Ik sta nu ook in het midden van hun drie. Dat is niet oké. Dat is niet de bedoeling. We kunnen wel even Ryu nu proberen uitschakelen. Nee, dat lukt niet. Lucario dan? Nee, ook niet. Hoppa. Op je bakkes. Pak Ken. Ja, Ken die. Ja, Ken is weg. Nice, Ken is weg. Dat is helemaal top. Dan pak ik even deze zak op. Of kan ik die gewoon naar hun toe slaan? Het heeft niet zoveel zin volgens mij om die zak te pakken. Let's go. Dag Lucario. Dag Ryu. Lucario komt terug. Lucario gaat nu die kant op. En... Hoe is het met Lucario? Wat is Lucario aan het doen? Waarom? Hij doet haast niks. Zijn de tegenstanders makkelijker gemaakt omdat het er meer zijn of zo? Ik weet niet wat er nou allemaal gaande is, maar... Kijk, ik kan nog gewoon opwachten. Oh, hij blokt wel. Dat doet hij dan weer wel. Dat is dan wel weer goed. Alleen Lucario nog. Kom op. Hij wacht ons ook gewoon. Hij doet gewoon echt bijna niks, joh. Nou, dan doe je toch niks. Dan ga ik toch gewoon dit doen. En dan is het toch gewoon klaar met jou. Ja, als je niet wil vechten, dan vecht je niet. Dan moet je helemaal zelf weten. Hoeveel krijg je erbij? Niet superveel, 0,5. En dan moeten we nu tegen Ivysaur. Dus niet tegen Pokémon trainen, maar gewoon tegen Ivysaur los. Dat zou ook wel leuk zijn als we dat gewoon zelf konden kiezen misschien. Gewoon alleen Ivysaur. Ik denk dat dit een moeilijkere battle wordt. Want we moeten nu tegen één tegenstander. Kijk, zie je, Ivysaur die doet al veel meer zijn best. Ik kan natuurlijk ook water gooien, hè, met Greninja. Dat kan natuurlijk ook nog. Misschien moet ik dat iets vaker gaan doen als ik op afstand ben. Gewoon een beetje water gooien. Zo, op, water, op je bakkes. Natuurlijk niet very effective normaal gesproken tegen Ivysaur. Dit is prima. Ik weet niet wat hij nou voor item heeft, maar... dat ziet er niet verkeerd uit in ieder geval. Man, Ivysaur, hou eens op. Hou eens op met die freaking pistool van je. Ja, dit is een probleem. Dit is een groot probleem. Ivysaur heeft een of ander item. Dat is super sick. Ik probeer nog wat terug te doen. Ik ga denk ik deze... Ivysaur is... Oh, we hebben hem! We hebben hem toch nog! Ik dacht, dit gaat nooit meer goed komen, want we hadden 109% damage. En Ivysaur zat achter me aan. Maar, toch. Met een klein beetje geluk misschien. Klein beetje. Ja, dit was niet een heel goed gevecht. Nu moeten we tegen Mewtwo, Ness en Lucas. Oké, deze gaan ervoor. Dit is niet tof. Ik kan... amper wat doen tegen deze guys. Kijk dan. Kijk hoeveel damage ik al heb. Dit is niet te doen. Ik sta ook de hele tijd tussen hun in. Dat is ook heel irritant. Kom op. Lucas, wegwezen. Ja, doe maar een grotere aanval. Dan probeer je nu Mewtwo te pakken. Ah, lukt niet, hè? Lukt niet. Wel een goede baseball trouwens. Die is wel lekker. Oké. Ja, Mewtwo is weg. Pak die baseball. Gooi hem op... Ah, ik wou hem op Ness gooien. Ja, gooi hem toch nog op Ness. En Lucas is ook weg. Oké, gaat dit dan toch nog goed komen? Oh, Ness die komt zeker nog terug. Ness heeft een hele goede recovery. Nu dan. Nee! Nee, ik ging zo lekker! Oh, weer zo onnodig, Rick. Weer zo onnodig.
Hij heeft nog werkelijk, denk ik, één klapje nodig. Waarom kwam jij nog terug, vriend? Oh, nee joh. Ik had het kunnen fixen. Dit was helemaal niet zo moeilijk. Kijk dan. Ah, stomme fout. Ik kon weer niet terugkomen. Jammer. Ah, nu moeten we tegen Squirtle en Greninja. Dit wordt één dikke waterbattle, jongens. Dikke waterbattle. Zo, die Squirtle die komt ge... Wat? Doe eens rustig. Doe eens rustig, jongens. Doe eens Wat? Laat mij ook wat damage doen. Ze blokken alles. Ze vallen als een malle aan. Oké, kom op. Nu zijn wij aan de beurt, dacht ik. Maar ik heb gewoon al 70% damage. Ik kan niks doen tegen deze twee guys. Laat mij ook. Laat mij wat doen. Hier. Ah, freaking Squirtle blokt weer. Oh. Wat is dat? Wat is dit? Kom terug. Oh, en dan precies bij Squirtle komen we terug op zijn platformpje. Precies bij... Wel een tof level trouwens dit. Oh, we zijn opeens groot. Betekent dat ook dat we sterker zijn nu? Dan kunnen we Squirtle er nu lekker uitmikken. Ja, dag Squirtle. En Greninja ook? Greninja, kom nog... Ja, deze Greninja kan wel terugkomen, hè. Maar nu hebben we hem toch door dat item op zijn bakkes. Ah, die Greninja kan supergoed terug. En dat lukte mij niet in het vorige potje. Ah, alright. 0,4. En het bonusspel. Ja, Greninja is wel lekker snel. Dat moeten we wel zeggen. Misschien gaan we hier wel wat lekker scoren maken. Wat is dat voor Nederlands? Misschien gaan we hier wel wat lekker scoren maken. Lekker scoren maken. Ik weet niet. Dat was niet helemaal lekker gaan Nederlands, Dick. Let's go. Kijk hoe snel Greninja is, jongen. Insane. Lekker. Tempootje erbij. Hoppa. Dit allemaal kapot maken. Ja. Super. Lekker. En nu kunnen we deze aantikken. En dan proberen heel snel deze kant op te gaan. Ja, kijk. Ga dan! Ah, waarom ga je... Oh, we kunnen er nog heen. Kijk dan. We kunnen dat ding ook omhoog slaan als we er toch al zijn. Dat is nice. Dat wist ik niet. We stonden er natuurlijk onder. En ik dacht, dat gaat nooit meer goed komen. Maar dat ging wel goed komen. Lekker. Bam! Maar ja, we zijn al één keer kapot gegaan, dus dit wordt sowieso geen highscore. We moeten tegen Master Hand, tegen alleen de Master Hand. Dus niet tegen allebei de Master Hands. Ik ben benieuwd hoe dit gaat. We doen best wel wat damage, vind ik eigenlijk. We doen best wel wat damage op Master Hand. Dat is wel nice. Kijk eens, dit gaat best wel hard. Nu moeten we even uitkijken. Ja, oké, cool. We hebben nog steeds 0% damage, jongens. Hoe doen we dit? We moeten niet overmoedig worden. Kijk, nu hebben we geen 0% damage meer. En het gaat gelijk hard. Ah, ik wou dat ontwijken, maar dat lukte dus niet. Ik kan hier wel... Kan ik dat itempje pakken? Wat is dit voor item? Ik weet niet wat dit voor item is, maar ik ga gewoon keihard slaan. Probeer op Master Hand te nakken. Kom op. Ah, ja, het gaat steeds langzamer. Ah, dit had ik kunnen weten. Kom op. We hebben nog niet veel damage gepakt. Dus als we nu aan deze kant een beetje blijven. Ja, top. Gaan we dit in één keer fixen? Gaan we Master Hand gewoon verslaan? Gaan we dit gewoon doen? We moeten hem nog één keer raken volgens mij. Kom maar terug. Boom! Lekker Master Hand in één keer verslagen. What? Nice. Ja, alleen de Master Hand. Dit is nog wel te doen, maar als je die twee handen hebt. Nou, dan word ik altijd helemaal afgemaakt. Lekker hoor. Hoppa. Ja, hier krijgen we gewoon één heel punt erbij. Dat is wel nice. Dan eindigen we op 6,2. We zijn ook niet heel hoog begonnen natuurlijk. Oké, Greninja ging eerlijk wel beter dan Incineroar, moet ik zeggen. Incineroar vond ik echt heel erg moeilijk. En dit is de kaart. Bam. Kijk, al die Greninja's daar jumpen dan. Dan moeten we nu tegen een nieuwe vechter. En dat is Diddy Kong. Zo, die ontgrendelen we gewoon nu pas. Diddy Kong. Dat is echt wel een character die heb je normaal vrij snel volgens mij. Moeten we hem alleen nog wel even verslaan. Ja, dit is toch wel een dingetje, hè. Dit is toch wel... Kijk eens, we hebben al 29% damage. En zo goed ben ik dan toch niet met Greninja voor mijn gevoel. Dat ik die snelle Diddy Kong heel makkelijk kan verslaan. Want misschien zo? Nee. Hij heeft pas 10% damage. Dit was wel een lekkere klap. Misschien kunnen we dat nog een keer doen. Misschien ook omhoog. Diddy Kong is denk ik nog iets te goed voor ons. Diddy Kong. Dus rustig. Pak hem. Ja, dit was lekker. Dit was goed. Oh, wat doet hij nou? Hij valt gewoon. Hij viel gewoon eraf. Dat deed hij gewoon helemaal half zelf. Weet ik veel. Waarom deed Diddy Kong dit? Nou, wel leuk. Want nu kunnen we ook met Diddy Kong vechten. Maar ik snap het niet. Wat gebeurde daar? Hoppa! We hebben Lugia als hoofdspirit ontgrendeld, omdat we blijkbaar iets goeds hebben gedaan. Verdien als Greninja 98.000 of meer punten in het bonusspel. Ah, nice. Hier hoeven nog maar drie dingen.
als Mega Man completen, als Snake wat doen en als Palutena completen. En dan hebben we heel de Classic page klaar. Dat is nice. Oké, jongens, ik hoop dat jullie dit weer een toffe video vonden. Doe dat van zeker even blauw duimpje boven. Abonneer op mijn kanaal voor meer Pokémon en Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickachu. En volg me ook gewoon even op Instagram. Dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!